We zijn vanavond in de Paard van Troje voor de albumpresentatie van Handsome Poet. Nieuw album 2015. Het is helemaal uitverkocht en we gaan vanavond even kijken hoe het gaat. Jullie hebben net wat gekocht. Wat heb je gekocht? Ik heb een t-shirt gekocht, een zwarte. We vinden de muziek heel goed. Ja, dit is nu de derde keer dat we komen. Ik denk dat het een hele leuke show wordt. Ja, we missen nu eigenlijk nog één iemand. We horen met z'n drieën. Altijd met z'n drieën hier naartoe. Het is echt geweldig. We zijn nu backstage en we gaan even kijken of we de heren van Handsome Poets kunnen vinden. Ik sta hier naast Tim van Handsome Poets. Yes. Het is nog voor de show. Ja, we zijn aan het FIFA hier, Niels en Daniel. We hebben, hier zijn heel veel bands heel jaloers op. We hebben een soort flight case met onze eigen FIFA kit. En dit is de ontspanning voor de show. Ja, dit is wel altijd voor de show en dan zo over 10 minuutjes, dan zijn we half uur voor de show. En dan gaan we allemaal een beetje inzingen en een beetje energie opladen. Maar Den Haag is altijd vanaf de eerste seconde super sfeer, dus het komt vast goed.
mooi. Dat was geweldig. Zeker. Echt heel geweldig. Jullie hebben een stok weten te bemachtigen. Ja, ja, ja. Dat is echt helemaal geweldig. Ja, ja, ik heb ze al wel vaker gezien, maar dit is wel echt weer helemaal top. Dus helemaal genoten. Ja, ze waren heel erg gaaf. Alleen ben wel een beetje mijn stem kwijt nu. Maar ze waren echt heel, heel goed. En veel liedjes van het nieuwe album ook. Dus... ja, ik vond het gewoon super gaaf. Hij stond helemaal vooraan. Dus we konden... hij viel ze wat op me. De publiek was laaiend enthousiast. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Nee, het was wel echt vet. Maar op de een of andere manier is het altijd gezellig in het paard. Dus dan ga je ook al gelijk met die verwachting erin. Maar dat is altijd wel weer even spannend natuurlijk, of dat dan ook lukt. Maar dit was wel echt de beste van de tour tot nu toe, denk ik. Ja.